Dennis Stevens zijn de Franse kampioenen 2014, 2015, 2016. Derde wereldkampioenschap in 2015. Vijfde in WK 2016. Benjamin Meijer en Quinten Seyfried van VC Dottisheim. Reeds 26 deelnames aan de World Cups. Voor Benjamin en 17 voor de Quinten. Dus een mooi palmarès voor beide spelers. Scheidsrechter is Rainer Jekal, bijgestaan door meneer de Hoger en Dimitri Corrent. Uw aandacht voor de derde wedstrijd in de groep A met de TOS gewonnen door, denk ik toch, onze ploeg op Leerlingen. En het eerste goal voor de Franse ploeg van Dottisheim, 1-0. Thank you.
En de Franse ploeg verdubbelt de score 2-0. Een eenvoudig op een hoekschop kan ook 3-0 voor Veloclub Dordrecht zijn. En met nog een 5-1 seconden te gaan, verhoogt de score een 4-0. En nog een vrijschop te nemen, omdat Tim te vroeg in de middencirkel kwam, wordt onmiddellijk door de internationale scheidsrechters bestraft. En een mooie schijnbeweging, een mooie sweeper, brengt de score op 5-1, uiteraard in het voordeel van de Franse ploeg uit Dordrecht. Onze volgende wedstrijd, dat bieden zich Bertie Bakker voor deze spiel, is het Zwarte Rood Beringen met Niels Lebrecht tegen MW Dorpbeeld uit Oostenrijk. Dorpbeeld vertegenwoordigd door Kevin Bachman en Stefan Feuerstein tegen dus onze Belgische ploeg op Beringen, Niels Dieriks en Brecht Namen. Scheidsrechter voor deze wedstrijd, de volgende wedstrijd, zal worden de heer Hagenbakker bijgestaan door twee minuten tijd hebben de ploegen om uit te rusten. Die worden soms volledig gebruikt, soms niet volledig gebruikt. Eventjes wat tactische richtlijnen. De wedstrijd, de volgende wedstrijd tussen Beringen en Dordrecht is al direct belangrijk voor Niels Lebrecht. Want Dordrecht verloor hun eerste ontmoeting. Dus de ideale kans voor Beringen om het recht in de handen te nemen. We zijn ondertussen blijkbaar al klaar voor het vervolg van de tweede helft. Tussen de Dordrecht, een ploeg met heel wat ervaring. Driemaal wereldkampioenschap, driemaal Frans kampioen tenminste, driemaal Frans bekerwinnaar. WM Dritter 2015, Münsterrang 2016.
doelpunt vanuit opgang brengt de score op 16. Brengt de score op 6-2. Perfecte hoekschop brengt de score op 7-3. En de nieuwe tegenaanval brengt een 8e doelpunt op het scorebord.
hoekschoppen van de Fransen zijn blijkbaar een doeltreffend wapen. 9-3. En ook hier komt op een 20 seconden voor het einde de 10e treffer op het scorebord. En het blijft bij deze 10-3 eindstand uiteraard in het volgende deel van de Bronzen medaillewinnaars Wereldkampioenschap 2015 zijn de Benjamin Meijer en Quentin Saint-Vincent.